aan het einde ja, wil zij die kinderen doden. Om hem te treffen enerzijds, maar ook om haar, zowel om haar vader en haar dode broer te wreken. Omdat eigenlijk, ja, als je, volgens mij is het zo dat als je in zo'n diepe, diep verdriet bent en zo eenzaam bent, van je moet weg, je mag je kinderen niet meenemen. Je mag niet terug naar je vader en je moeder, naar je vaderland. Je hebt je broer gedood. Dan komt dat hele verleden weer terug. En dat zie je hier ook. En dan ineens, dan ineens doemt die broer op. En ze roept hem ook aan. En dan zegt zij, leid mijn hand. En dan leidt hij haar hand. Want hij ontstaat haar in een soort vlam ineens. Verschijnt hij daar. En zij kan die kinderen eigenlijk niet doden. Maar zij roept hem aan. Of zij haar hand wil leiden om dit kind te doden. En dat doet hij dan. En dat is eigenlijk, daarin zie je eigenlijk dat een intuïtie van Flamengo, de broer, dat vind je dan terug en dan blijkt het ineens te kloppen.